Ik sta hier met Michiel Klopmaker, oprichter en drijvende kracht achter het Risk & Compliance Platform Europe. Michiel, ik heb een paar korte vragen voor jou. Je zet heel vaak andere mensen in het zonnetje. En je geeft eigenlijk heel veel mensen podium om hun verhaal te doen, ook in het kader van kennis delen. Maar hoe ben je nou eigenlijk gekomen op dit idee? Print was een beetje achterhaald, sowieso. Hoewel ik hou echt van print, dat zie je ook in de congresboekjes. Maar, zeg maar, risk en compliance, dat zag ik al eind jaren 90, begin jaren 00, dat het steeds belangrijker werd. En toen dacht ik van, nou, weet je wat, dat is en dat wordt een Europees issue, dus ga ik dat Europees uithoren. En dat heb ik gedaan. Dat is het. En dat heb je heel goed gedaan, want je bent inmiddels ben je actief in 11 landen. Hoe onderhoud je dat nou allemaal? Er zijn mensen in die verschillende landen. En dat is een kwestie ook van afspraken maken. En met lokale mensen verder in zee gaan. En daar gaat het automatisch. Ja. En ik weet toevallig dat jij om de nabij 7000 artikelen in je bibliotheek al hebt. Die zijn voor iedereen beschikbaar. Krijg je daar nog eens respons op? Ja, zeker. Belangrijk, zonder cookies met een C. Want in mijn beleving, cookies, dat zijn dingen die moet je eten bij de thee of bij de koffie. Maar niet, moet geen belemmering zijn voor kennisdelen. Dus het is heel makkelijk toegankelijk. Als je iets zoekt op het gebied van, zeg maar, antimondenaming of sancties, je typt het in en je krijgt automatisch alle relevante artikelen die ertoe doen. Ja, en het leuke is natuurlijk, er staan inderdaad ontzettend veel onderwerpen op. Maar, en soms schrijf je ook zelf, maar hoe hou je dat nou allemaal bij? Ik ben eigenlijk van huis uit een ouderwetse krantenlezer. Toen ik student was op de studentenflat in Uilenstede, Amstelveen, hadden wij 4 kranten. Elke dag. En dat doe ik nu niet meer. Maar dat zit een beetje in het beestje. Ja? Dus ik neem allerlei dingen tot mij. Ja, ik ben een aanhanger van, op zijn Frans heet dat, éducation permanente. Dat wil zeggen, elke dag iets bijleren en dat proberen. Ja, en dat is echt leuk dat je dat zegt, want we hebben vandaag het RegTech-evenement gehad. Nou, ontzettend veel sprekers en heel veel meningen en input. Wat is nou jouw takeaway voor vandaag, jouw key takeaway? Nou, dat ik een beetje moe ben voor de rest. Dat ik wel weer inspiratie heb voor volgend jaar om over de WWFT iets moois neer te zetten. En dat ben ik van plan te gaan doen. Wederom met mooi weer hier in Baar. Nou, dankjewel Michiel. Het is altijd leuk. En dank voor je mooie organisatie ook weer, het programma dit jaar. We zien elkaar volgend jaar weer. Thank you.